Een duistere tijd. Familie verloren, herinneringen weggevaagd. Mensen hebben zich aan de strijd gewaagd. We staan hier met meneer Tournay in de raadzaal van de gemeenteraad. Wat doe je vandaag? Ja, we hebben vanmiddag de uitslag van de gedichten-rapwedstrijd die we onder de scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs hebben gehouden. En ja, vanmiddag wordt bekend welke gedichten op 4 mei worden voorgelezen. Wat is er zo speciaal aan deze wedstrijd? Nou, het is natuurlijk altijd goed om te horen hoe jongeren aankijken tegen vrijheid, hoe jongeren aankijken tegen oorlogsgeweld, et cetera. En dat is in die gedichten wel verwerkt. En tegenwoordig leeft het weer, zeg maar. Komt dat ook terug in de gedichten? Hebben de jongeren daar mee te maken? Nou, de actualiteit komt zeker terug in de gedichten. We merken gewoon dat zij ook nadenken over de situatie in Oekraïne, aan de Gaza-strook. Dus er wordt echt wel nagedacht bij jongeren. Wat zijn wij toch gelukkig dat we vrij zijn ten opzichte van die jongeren. En er zijn sommigen die het helemaal gebaseerd hebben voor ik voel me vrij als, en dan komen al die luxe dingen die wij hier hebben. Er zijn ook sommige gedichten die echt zijn gebaseerd op, kijk, dit is er allemaal gebeurd om deze vrijheid die we nu hebben te bereiken. En daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Waarom hebben deze twee gewonnen? Ja, dat is zo moeilijk te zeggen. Ik moet het jury straks rapport nog even voorlezen. Maar de één heeft er gewonnen omdat hij echt voldoet aan wat we al jaren landelijk meekrijgen. Zorg nou dat de verhalen verteld worden van generatie op generatie. Want ja, de mensen die de oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt, die sterven uit. En het andere gedicht die heeft vooral het gewonnen omdat de angst die heeft zij daarin verwoord ten opzichte van de vrijheid die wij kennen.